Dan gaan we beginnen. Weet je, en wij vinden het zelf altijd zo, suf is een te groot woord, maar minder prettig om naar zo'n presentatie te moeten kijken. Dus Ince en ik hebben gewoon een gesprek, zeg maar, voorbereid. Zoals we ook de pitch deden, zo gaan we ook de sessie doen. Als naslagwerk hebben we wel ook nog een presentatie gemaakt, dus die zullen we ook leveren. Dus dan kun je het ook nog weer nakijken, mocht je daar behoefte aan hebben. Oh, nou moet ik natuurlijk wel. Ik gebruik hem stiekem zelf wel op mijn andere scherm. Om ons goed bij de les te houden. Ja. Misschien moeten we eerst eventjes beginnen met ons voor te stellen. Ince, wil jij beginnen? Ja, Ince Tama. Ik ben adviseur proces en informatiemanager bij de gemeente Bilt. Daarnaast heb ik me, sinds ik er ben, ook bemoeid met de omgevingswet. Els was onze programmamanager. Ik ben vooral bezig gehouden met de processen, maar langzamerhand ook steeds andere dingen. Onder andere ook in de regionale werkgroep meervoudige vergunningen heb ik meegedraaid. Waaruit de afspraken zijn gekomen die we wilden gaan oefenen, onder andere. En jij, Els? Ja, ik ben Else Snenner. Ik was vanaf mei 2019 tot 1 januari jongstleden de programmamanager omgevingswet voor de gemeente De Bilt en lid van het coördinatieteam van de regio-samenwerking van de provincie Utrecht. We hadden daar een heel intensieve samenwerking met meer dan 10 werkgroepen die elk een stukje van de samenwerking hebben vormgegeven. En in onze werkplaats, en dat is dus ook een werkplaats van de regio Utrecht, ik kan het niet genoeg benadrukken, die zich afspeelde in De Bilt, omdat wij dat leuk vonden als gemeente De Bilt, hebben we 2 van de producten van de regio met elkaar getest. Misschien kunnen we daar een beetje eerst naar kijken, hè? Want een van de uitgangspunten was het werken in werkende ketens. Zou jij daar misschien iets over kunnen vertellen, Ince, hoe dat zit en in welke keten we dan aan de slag zijn gegaan? Ja, we zijn gaan kijken naar de keten van idee tot afhandeling, zoals die is benoemd. En dat gaat dan echt vanuit het start van een initiatief tot het realiseren daarvan. Dat wordt straks nog wel in de PowerPoint duidelijk. Er zijn allemaal mooie plaatjes van gemaakt. Daar zijn we in gestart. Ja, dan nu zo mooi naar die PowerPoint verwijs, dan zal ik misschien toch maar eventjes mijn scherm gaan delen. Hè? Weet jij dan? Dat is wel leuk, precies. Ik denk dat jullie dit zouden moeten kunnen zien als ik tenminste op share druk. Er staat bij mij dat ik nu aan het delen ben. Dus wat dat betreft zouden jullie het moeten kunnen zien. Ik zie nu maar heel weinig mensen in beeld trouwens. Oh, dat kan zo. Yes. Ik ben nog niet zo heel handig in Zoom. Wij werken meestal in Teams. Dus ja, dan moet je dat een beetje leren. Hartstikke mooi. Hier zie je dan die keten. Althans, het plaatje zoals we dat in de regio gemaakt hebben met verschillende werkgroepen. Je ziet hier al het pijltje. Dit deel van de keten, hier rechts, dat is de keten van idee tot afhandeling. En daar hebben we aan gewerkt. En daar zitten weer 2 onderdelen in. Allereerst zit daar het deel in. Hè, er wordt een aanvraag ingediend en hij komt binnen. Je moet afspraken maken over wie wat gaat doen. Dus het samenwerken aan behandelen zit er ook in. En we hebben dus op 2 manieren getoetst. Het omgevingsoverleg, als het informele samenwerken, en het behandelen van een meervoudige vergunningaanvraag voor het formele deel. Misschien goed om even te laten zien hoe wij daar in de regio mee bezig zijn. We hebben verschillende niveaus met elkaar benoemd waarop je kunt oefenen op elk niveau, maar ook wat je bereikt kunt hebben. Dus je hebt 3 verschillende niveaus. Je hebt een fundament. Dan heb je met elkaar, als het gaat over bijvoorbeeld het omgevingsoverleg, dan heb je een aantal dingen op fundamentniveau geregeld. Je bent aangesloten, je hebt een strategie, dat soort dingen. Tot en met alles is ingericht en je bent klaar voor productie. Dan heb je ook het dak op je huis gezet.
voor de omgevingstafel, of zoals we dat inmiddels noemen, maar dit is nog uit de presentatie in de tijd dat we dat nog allemaal omgevingstafel noemen. Tegenwoordig zeggen we omgevingsoverleg. Hebben we met elkaar in de regio een paar voorwaarden vastgelegd die je moet hebben om daar echt goed mee te kunnen oefenen. Je moet allereerst besloten hebben of je überhaupt een omgevingsoverleg wil gaan aanbieden aan je initiatiefnemers. Dat moet niet. Het is informeel. Daarmee, je hebt een aantal voordelen. Een van de dingen is dat je ermee hoopt, in ieder geval mee beoogt, dat de kwaliteit van de aanvragen die je binnenkrijgt beter is. Dus, maar het moet niet, dus daar moet je een keuze in hebben gemaakt. Je moet dat natuurlijk ook vervolgens gaan organiseren in je eigen organisaties. De tijd, de betrokkenheid, mensen moeten er brood in zien. Nou, dat was in de beeld niet altijd even makkelijk, want daar hielden we geen vooroverleg. Althans niet altijd en zeker niet op deze manier. Dus daar kun je zo nog meer over vertellen, Inte. Ja. En je moet iets hebben om in zo'n werkplaats te kunnen gaan beproeven. Nou hadden wij gelukkig een goed regiodocument. En we hadden het ook al uitgewerkt hoe dat precies binnen de gemeente De Bilt dan zou moeten gaan verlopen. Dus. En wat hebben we dan gedaan? Wat kan ik, wat wil ik? Nou, we hebben als doel, we willen graag een omgevingstafelgesprek voeren op basis van de in de regio gemaakte afspraak. En het resultaat zou dan moeten zijn een conceptaanvraag die klaar is voor de volgende stap, namelijk een aanvraag die ingediend kan worden als aanvraag voor een meervoudige vergunning. Het starten van de formele deel van de procedure. En als tweede wilden we natuurlijk heel graag weten, lukt dat nou ook om dat allemaal via DSO te doen? Als je die knop omgevingsoverleg aanklikt, komt dan het juiste binnen bij ons als De Bilt? En weet je dan wie je allemaal moet betrekken? En lukt dat in de samenwerkingsfunctionaliteit? Nou, het is een van de minimum eisen, dus belangrijk om met elkaar te oefenen. Kun jij op deze manier ook vertellen hoe we de meervoudige vergunningen, het proces daarvan hebben getoetst? Ja, ons idee was, laat ik alles beginnen. We hadden een leertraject zijn gestart in De Bilt, waarbij we onder andere als doel hadden om daar een casus uit te laten rollen, om die te gaan oefenen in deze werkplaats. Zoals al gezegd, een deel van de oefening was het oefenen van het omgevingsoverleg. Het andere deel de meervoudige vergunningsafspraken. En wat wij wilden was, wat ons het mooist leek, was om dat in een soort van real-time te gaan oefenen. Dus dat mensen gewoon hun dagelijks werk doen en daarnaast dan een via DSO en dan hopelijk ook nog in ons zaaksysteem een aanvraag voor deze casus zouden krijgen. Waarbij ze dan advies moesten geven, eventueel taken uitzetten en op die manier kijken of wij bijvoorbeeld de termijnen zouden kunnen halen die we hadden bedacht in de regio, of de kwaliteitseisen. Dat was het plan. Precies, ja, laat ik zo zeggen. Dat was het plan. Nou ja, dit is dan de casus. En zoals jullie net ook al in de pitch begrepen, De Bilt is een gemeente waar een aantal toonaangevende organisaties gevestigd zijn, waaronder het KNMI. En nou, er staat heel groot links in beeld, fictief. Dus laat er geen misverstand over ontstaan. Alles wat we nu gaan vertellen over het KNMI is flauwekul en onzin. We hadden met de regio bedacht dat het interessant zou zijn om een zo complex mogelijke casus op te pakken voor zo'n omgevingsoverleg. Want dan kon iedereen meedoen. Dus er moest iets in rondom waarbij de gemeente bevoegd gezag, waarbij de provincie, het waterschap. Nou, vertel maar, want hoe hebben we iedereen enthousiast gekregen om hier aan mee te werken, Inte? Ja, de basis was dus, die hadden we inderdaad bedacht, dat we iets met het KNMI-terrein gingen doen. Toen kwamen we al gauw op, gezien de huidige stand van zaken in de wereld, dat het leuk zou zijn om iets met vaccins te gaan doen.
De casus was dus dat er een biomedisch bedrijf gestart zou worden op het KNMI-terrein. Daarvoor moesten allerlei aanpassingen aan het pand gedaan worden. We hebben gekeken wie is geïnteresseerd om mee te doen met deze casus vanuit de regio. Welke organisaties. Nou, er kwamen bijvoorbeeld een aantal waterschappen uit en Vitens. Dus we moesten ook eigenlijk iets met water. Dus toen kwam er het onttrekken van grondwater volgens mij. En het aanleggen van een kelder voor opslag van biomedisch afval. Nou, zo hadden we een aantal waterschappen enthousiast gekregen om mee te doen. Er moest ook wat verbouwd worden. Er moest dat met een inrit en een uitrit gedaan worden. Dus zodoende kon de provincie ook meedoen en de omgevingsdienst. Dus op die manier hebben we eigenlijk die toch al ingewikkelde casus eigenlijk steeds nog net iets complexer gemaakt met onderdeeltjes. Zodat iedereen mee kon doen en zijn advies kon geven in de casus. Precies. En het leuke was dat dit werkte, hè? Want er deden ook mensen van buiten de regio mee. Ik weet dat er gemeenten van buiten de regio Utrecht ook enthousiast hebben meegekeken en mee hebben gewerkt in het hele gedeelte. Dus super, dat werkte echt heel goed, hè? Ja, ja. Hey, en kun je wat meer vertellen? Ik zie hieronder in het plaatje nog wat staan. Dat is misschien wel heel klein voor de mensen thuis, dus dat moet je denk ik even een beetje toelichten. Dat we 5 sessies hebben gehouden, hè? Ja. Wil je daar wat over vertellen, over hoe dat in zijn werk is gegaan? Ja, we hadden dus een soort conceptcasus. Die hebben we nog eerst even besproken, ook met alle geïnteresseerde deelnemers. Een soort voorsessie, zeg maar. Of ze zich er wel in konden vinden en of er nog iets aangesleuteld moest worden voordat we de daadwerkelijke werkplaatsen in zouden gaan. Na die eerste sessie hebben we wat aanpassingen nog gedaan. Zijn we gestart met een startsessie, waarbij we een deel uitleg hebben gegeven wat we gingen doen. Vervolgens zijn we die omgevingstafel gaan simuleren in een aantal sessies. En daarna hebben we besproken wat het vervolg zou worden. Misschien is dat een cliffhanger nog een beetje, maar... Omdat we het een beetje hebben bijgesteld wat we nou uiteindelijk hebben gedaan in de werkplaats. Precies. Nou ja, wat hebben we geleerd? Ja, daar moet jij echt het voortouw in nemen. Want ja, dit was echt jouw onderdeel, hè? Ja, goed. Ten eerste waar we volgens mij allemaal over eens waren, is dat hoe het omgevingsoverleg is gesimuleerd, zeg maar. Daar waren we echt tevreden over. We hadden een voorzitter uit de regio gekregen die dat erg goed deed. We hadden leuke mensen die goed hun rol pakten, zeg maar, aan tafel. Ook iemand die de initiatiefnemer speelde, die deed dat erg goed. En van dat gedeelte hebben we geleerd dat het handig is om bijvoorbeeld een soort vooroverleg ook te organiseren met je adviseurs die je aan tafel hebt. Omdat... Er ontstond bijvoorbeeld een discussie tijdens het omgevingsoverleg tussen de adviseurs. en ik kan me zo voorstellen dat als je het in het echt doet, ook wel kan gebeuren. Als je elkaar niet helemaal begrijpt, elkaars jargon niet helemaal begrijpt, elkaar nog niet echt kent. Ook niet misschien goede afspraken hebt gemaakt over wie op welk onderdeel wat vertelt. Zullen we nu al vragen doen, Elsta? Misschien een handje. Zeker, dat lijkt me heel verstandig. Maar misschien mag je wel je zin afmaken, hoor. we hebben uiteindelijk ons proces aangepast, zodat we dat vooroverleg tussen adviseurs erin gebouwd hebben. Dat je dat zoveel als het kan afgestemd hebt. Ja. Dankjewel. Mijn vraag was eigenlijk, je geeft al aan dat jullie een vooroverleg met de adviseurs, hè, je moet met elkaar goed kunnen overleggen. Hoe weet je tijdig dat je de juiste adviseurs bij elkaar krijgt en kunt krijgen? Dus de organisatie daarachter, want daar krijg ik nogal veel vragen over in de cursussen die ik geef. Zal ik die even pakken, Inter? Ja. Vanuit het coördinatieteam is meer dan vanuit de beeld, denk ik. We hebben in de regio Utrecht een soort kruisjeslijst gemaakt
voor elke activiteit welke ketenpartner of welke ja, andere overheid, mede-overheid, wil daar graag vroegtijdig bij betrokken zijn. Ja, we zijn dus nu overal in de regio aan het toetsen of die, of dat ook praktisch uitvoerbaar is. Hè? Daar, dus dat, ja, dit was eigenlijk de eerste oefening daarin. Want je kunt overal bij betrokken willen zijn, maar je moet het ook waar kunnen maken. Dus maar we hebben daar dus een hele lijst voor gemaakt met elkaar. Voor deze onderwerpen moet je iemand van de veiligheidsregio betrekken. En voor deze onderwerpen iemand van het waterschap enzovoort. Dat moet de gemeentes erg helpen bij het organiseren hiervan. Weet jij of dergelijke lijsten ook in andere regio's worden opgesteld? Volgens mij wel. Ik weet dat er in Zuidoost-Brabant volgens mij ook zoiets is gemaakt. En volgens mij ook in Zeeland zijn ze ermee bezig. Dus ja, ik zou vooral even kijken op de VG-fora welke regio's daar ook meer hebben gedaan. Of het even vragen aan het IPLO. Dankjewel. Ja, Else, mag ik daar even aan toevoegen? Yes, jij altijd, Lilian. Dankjewel. Ik ben Lilian Meda, projectleider omgevingswet bij Omgevingsdienst.nl. ADS heeft ook gewerkt aan een dergelijke lijst, ook samen met de regio Utrecht. Is dat dezelfde lijst, Else? Dat is een lijst met name op welke onderwerpen je welk soort afspraken kunt maken. Dus dat is wat breder dan alleen op deze onderwerpen moet je die en die betrekken. Dus, en dat ging heel erg over procesafspraken. Dus, ja. Oké. Okay. Ja, dat is een toevoeging dat die lijst er is vanuit de ADS in samenwerking met regio Utrecht. En de andere, dat gaf jij al aan, is ook in Zeeland en Zuidoost-Brabant. Ja, dankjewel. Ja, misschien goed om te zeggen dat organisaties intern natuurlijk ook deze afspraak moeten maken van wie waarbij betrokken is. En in hoeverre het zinnig is om bijvoorbeeld echt aan tafel te zitten aan zo'n omgevingsoverleg. Of wanneer gewoon een advies voldoende is. Een papieren advies, zeg maar. Nog verder met wat we daarvan geleerd hebben. De ja-mits-gedachte. Het sluitstuk van de omgevingswet, zullen we bijna zeggen, die kwam niet helemaal naar voren. Het was toch wel, mensen zaten toch wel gauw, zeg maar, vinkjes te zetten, oneerbiedig gezegd. Wij denken ook wel dat vooroverleg daar ook handig bij kan zijn, want met die adviseurs, wat ik eerder zei, omdat je dan de knelpunten kunt bespreken, maar misschien ook de punten waar de ruimte ligt en waar je met de initiatiefnemer in overleg kunt van pas dit aan, pas dat aan, dan kan het wellicht wel. Het was erg complex. Hè? We hebben ook intern geoefend met het omgevingsoverleg met eigen adviseurs alleen. Dat was toch een stuk eenvoudiger. We hebben ook al, er werd ook al een aantal keer gezegd tijdens de omgevingstafel, wat vindt de omgeving hiervan? Dus vergeet de participatie niet. Dat hebben we ook een onderdeel gemaakt van het formulier wat we bijhouden tijdens het gesprek. Een ander ding over dat formulier was ook dat de omgevingsdienst vond dat zij hun verschillende adviezen niet kwijt konden. Dus we hebben voor hen gewoon een soort apart kader toegevoegd. De ICP heeft ons wel een beetje in de steek. Het is inmiddels alweer een tijd geleden, maar destijds werd er heel veel geüpdate en onze connectie met ons zaaksysteem werkte nog niet. Maar dat hebben we opgelost door bij HDSR leentje buurt te spelen, zoals dat hier staat ook inderdaad. En dat kwam goed, dus laat dat ook denk ik geen belemmering zijn voor je oefenen. Daar kun je omheen werken. Denk goed na over de rollen van voorzitter, sissen en secretaris. Wie dat gaat doen. En ook, wil je dat de voorzitter ook de beslisser is? Of kan de voorzitter, zoals wij tijdens onze proef hebben gedaan, kan het ook iemand zijn van buiten die gewoon een goede gespreksleider is, maar die niet per se inhoudelijk van hoe het in de beeld of waar dan ook eraan toe gaat, iets afweet.
Dat is meer de tip, denk daarover na. Ja, denk erover na. Het kan een voordeel zijn, het kan ook een nadeel zijn als het gesprek stokt of iemand durft niet te zeggen van, nou, misschien hebben we hier genoeg over gehoord naar het volgende punt. Het kan dan misschien net een punt zijn wat in de beeld heel belangrijk is. Ik noem maar iets. Dus ja, denk daarover na. Ja, ja. Mij waren dat al een aantal punten. Ja, en nou staat er natuurlijk ook weer, we werken daar natuurlijk de hele tijd naartoe, de cliffhanger, behandelen aanvraag, meervoud en vergunning, wat hebben we geleerd? En toen kwamen er drie stipjes. Ja. Ja, vertel, zegt dat. Ja, eigenlijk kwamen we tot de conclusie dat die fictieve casus gewoon niet heel handig is als je afspraken wilt testen, bijvoorbeeld op termijnen of op kwaliteit van advies. Je werkt namelijk met een fictieve werkelijkheid. Dus ja, wat kun je daar nou voor advies op geven? Dan kun je gewoon natuurlijk een leeg velletje inleveren als advies in principe. Want wat je er ook neerzet, ja, het is toch niet echt, zullen we zeggen. Dus ja, we hebben besloten om het idee wat ik eerder zei van in real-time zo'n vergunning aanvraag doorlopen en kijken of dat allemaal goed gaat. Om dat niet op die manier te doen. En uiteindelijk hebben we besloten om dat naar vervolg te verplaatsen. Precies, want toen was het aantal sessies op, hè, dat we mochten gebruiken vanuit aan de slag met. Maar ja, hadden we nog maar de helft van het werk gedaan. Dus hoe gaan we daar nou mee verder? Ja, of eigenlijk moet ik jullie zeggen, want sinds 1 januari zit ik dus niet meer in de beeld. Dus hoe gaan jullie in de regio Utrecht daar nu mee verder? Jitske, ik kom zo bij je terug, oké? Mag Inter eerst even vertellen hoe we verder gaan? Top! Ja, we hebben de provincie eigenlijk benaderd of zij ons misschien kunnen helpen met het ondersteunen van een vervolg. Waarbij wij dan ook zelf misschien iets meer in de achterbank gaan zitten dan in de driver's seat. zij hebben ons toegezegd om daarbij te ondersteunen. Dus we gaan eigenlijk opnieuw een traject in waarbij we met een casus gaan oefenen om te kijken of die afspraken die we bedacht hebben, of dat gaat werken. En wij sturen dan in ieder geval erop aan dat het dat het geen fictieve casus wordt, maar een casus die in het verleden al is verleend. En waarbij we dan opnieuw gaan vragen of mensen daar weer advies over kunnen gaan uitbrengen. Zodat we hopelijk die afspraken beter kunnen gaan testen. Precies, en dan binnen de kaders van de omgevingswet in termijnen en inhoud. En volgens mij had je ook nog bedacht dat het goed zou zijn om andere beoordelaars aan het werk te zetten, zodat het voor hen nieuw is, hè? Dus dat is volgens mij ook wel een aardige. Ja, precies. Niet dezelfde mensen die het 2 jaar geleden ook hebben gedaan, want die herinneren zich gewoon natuurlijk nog het advies. Dus die vind ik met anders die dan opnieuw advies kan geven. Hartstikke mooi. Jitske. Nou, ik had inmiddels 2 vragen. Eentje aan, ik weet niet of de organisatie in deze breakout room zit, maar in de chat was een hele discussie gaande over een handreiking in West-Holland, die niemand online kon vinden, maar die wel heel handig schijnt te zijn. En het verzoek of dat gedeeld kan worden, dus ik zeg het maar even. En de vraag die ik aan jullie had was, zou je nog iets kunnen? Gewoon een nieuwsgierigheidsvraag, hè? Werken in de geest van de omgevingswet met je huidige proces. Want het valt me op dat je nu alles tegelijk aan het oefenen bent, hè? En de techniek. En de nieuwe samenwerkingsafspraken. En het over. Dat is wel heel veel natuurlijk. Dus dan ga je in één keer van 0 naar 100. Hè? Terwijl ik me kan voorstellen dat je ook gewoon. Je hebt gewoon een lopende zakenstroom. Dat je ook kan kijken hoe ver kan ik daarmee komen. Met bijvoorbeeld, lukt het mij om die dingen in de helft van de tijd af te handelen. Als dat iets is waarvoor straks je termijn halveert. Dan denk ik, waarom zou je dat nu niet gaan proberen? En zou je nu met je partners een soort van traject richting werken in de geest van de omgevingswet kunnen afspreken. Dat je het er al een beetje meer inslijpt. In je huidige proces. Want anders blijf je zo hangen in, ik moet alles anders doen in een casus die niet mijn echte werk is. Dus zouden jullie daar nog iets mee kunnen? Ja, goeie. Wij, in ons leertraject zat al een deel dat we hier aandacht aan hebben besteed, aan de gedachten van de omgevingswet. En wat we eigenlijk ook willen is, los van of het allemaal op 1 juli doorgaat, wij willen eerder starten met het proces van het omgevingsoverleg.
De huidige piekjes, die willen we dan op gaan pakken met dit proces. We gaan eerst er nog een keertje mee oefenen. Maar dat is wel ons idee om dat te gaan doen, om het al eerder te starten. Precies. We kijken zo ook even naar de chat hoor. Dus dankjewel Jitske dat je ons daar ook even op hebt geattendeerd. Misschien nog eventjes dit afmaken. Hey, want ons was ook nog gevraagd om jullie nog wat mee te geven als gouden tips. Nou, dit zijn onze gouden tips. Inte. Ja, dat is een beetje een herhaling. Maar die stap inbouwen in je proces van een vooroverleg met je adviseurs en de voorzitter erbij. Zodat hij ook weet waar de discussie ontstaat. Als je dat doet, kun je ook beter, denk ik. We merkten ook dat sommige mensen wel enthousiast werden van dat ze met een waterschap en een odoruur in ons geval, dat die bepaalde punten zagen van als we dit samen brengen, dan kunnen we de initiatiefnemer helpen om zijn of haar idee beter te maken. Dat is ook naar de synergie, zullen we zeggen. En dat is denk ik ook wel een voordeel van het op deze manier doen, dat je alle organisaties in contact brengt met elkaar. Ook in dat vooroverleg kun je inderdaad voor zorgen dat je niet geen discussie krijgt, dat je niet door elkaar gaat praten, dat je goed hebt besproken als er bijvoorbeeld meerdere waterschappen meedoen of veiligheidsregio's, noem maar wat, dat maar één iemand van die mensen het woord doet. Het laatste was natuurlijk van die meervoudige vergunningen. Wil je een fictieve casus gebruiken of een echte casus, denk goed na over wat je echt wil oefenen en of dat middel dan wel geschikt is. Precies, precies. Dit waren wel onze gouden tips. We zijn natuurlijk heel benieuwd naar jullie gouden tips aan ons als je dit verhaal hebt gehoord. Jitske heeft er al een paar gegeven en ik hoop dat Geertje dat nu ook doet. Ik weet niet of dit gouden tips zijn hoor, maar ik heb zelf in verschillende sectoren gewerkt en werk nog. En inderdaad, dat punt van leren kennen van elkaar en elkaars jargon, dat kan je niet genoeg benadrukken. En ik denk dat je dat niet alleen in je proces moet inbouwen, in het proces van een vergunningaanvraag, maar dat dat ook onderdeel moet zijn van het hele proces van transitie naar de omgevingswet. Dat organisaties daar actief op moeten gaan inzetten, op het intersectoraal elkaar leren kennen en elkaars processen leren kennen. En ik zie dat daar, ik zelf geef ik cursussen aan de erfgoedsector, maar ik heb ook in het milieu gewerkt en een beetje in bodem, water. Ik zie dat mensen dat helemaal niet durven en ook denken van daar kan ik helemaal geen tijd voor krijgen. Nou kan ik natuurlijk niet in een organisatie krijgen, maar ik denk dat het heel belangrijk is om daar wel tijd voor in te ruimen de komende jaren. Zeker. En dat hebben we in de regio Utrecht dus ook de afgelopen jaren al gedaan. En dat heeft al heel veel opgeleverd. Ja. Maar eigenlijk vond ik het wel een verrassende ervaring dat, hoewel je met een best grote groep al 2 jaar aan die afspraken hebt gewerkt, dat als je er dan echt mee gaat oefenen, dat er toch ook weer nieuwe mensen bij zitten die dat proces nog niet hebben meegekregen. En zelfs de mensen uit de beeld die dus net een hele leergang achter de rug hadden intern, waar het juist ging over de geest van die omgevingswet en hoe zie je dat en de mitsgedachte en wat betekent dat voor ons, dat die toch ook als het dan in zo'n gesprek gaat en er wordt een advies gevraagd, toch snel terugvallen naar het vinkje zetten en als niet alle vinkjes groen zijn, nou dan kan het niet. Dus ja. Dat is, vonden we wel een... dat wilden we jullie graag meegeven. Dat als dat gebeurt, dat is niet zo gek. Maar daar hebben we dus nog wat te doen. Absoluut. Ja. Hebben ze nog wat te doen? Het is niet meer we. Zijn er nog meer tips aan ons? Jullie hebben onze worsteling mee mogen maken. Gezien hoe wij onze kop hebben gestoten. Wat wel gelukt is, waar we trots op zijn. Ik zou het wel leuk vinden als jullie ons nog wat mee kunnen geven. En toen bleef het heel stil. Ja, misschien mag ik even... Ik heb wel een vraag. Want zijn jullie ook tot dat technisch oefenen gekomen van het indienen van die meervoudige aanvraag? En wat was daar het resultaat van?
Vinden jullie dat liever niet kwijt? Ach, oh, dat willen we gerust kwijt. Nou, Inte, daar kun je alles over vertellen. Ja, ja, nee. Inmiddels hebben wij de koppeling met ons zaagsysteem wel en dat werkt. Dat hadden we destijds ook al en dat hebben we kunnen oefenen. Dus het binnenkomen van aanvragen. Het gedeelte met de samenwerkingsfunctionaliteit werkte nog niet. Dat hebben we destijds dus geoefend via HDSR. Waarbij we konden inloggen op de omgeving en dat op die manier naar andere bevoegden zagen uitgezet. Op zich werkte dat ook. Dus in zoverre technisch kunnen oefenen. Ja. En zijn daar nog tips over te geven? Of zijn daar gekke knelpunten uitgekomen? Nou ja, je moet bijvoorbeeld e-erkenning hebben om in de samenwerkingsfunctionaliteit te komen. Dus dat moet je geregeld hebben. Daarbij, ik zou het gewoon allemaal nog wel een keertje doorlopen. Want sommige dingen werken gewoon een beetje misschien niet intuïtief of gek. Je moet sommige dingen gewoon echt weten. Bijvoorbeeld wat er ook uitkwam is dat we de initiatiefnemer een lijstje met activiteiten die je moet invullen in het DSO gaan geven. Omdat, ook met jargon en zo, als je gewoon niet de juiste zoektermen gebruikt, dan vind je soms de activiteiten niet die je moet invullen bij een meervoudige vergunningsaanvraag. Dus om te voorkomen dat hij 15 keer dat moet doen, omdat hij elke keer eentje vergeet, is het handig om dat voor iemand uit te kouwen, zullen we zeggen. Misschien nog wel een goede tip wat betreft techniek. Met elkaar te doen in ieder geval, hè? Met initiatiefnemers samen. Oh, dan moet je dus deze en deze activiteiten aanvragen. Ja. Ik vond het ook wel goed, inderdaad, je moet echt wel oefenen met die samenwerkingsfunctionaliteit. Zeker als je de gebruikerstoepassing van de samenwerkingsfunctionaliteit gaat gebruiken. En het dus niet via je eigen zaaksysteem gaat. Dan is dat nog belangrijker, want dan kom je weer in een onbekende omgeving die je echt weer moet leren beheersen. Dus daar, dat is inderdaad ook nog wel een gouden tip. Ben je zelf niet aangesloten, laat je daardoor niet weerhouden, want je kunt via die gebruikerstoepassing prima in de samenwerkingsfunctionaliteit prutsen, zeg maar. Zelfs meeliften met een organisatie die dat allemaal voor elkaar heeft, als het jezelf nog niet tijdig lukt. Dat gaat allemaal goed, maar dat is wel een ander inrichtingsprincipe wat daar is gehanteerd, in ieder geval dan in ons zaaksysteem. Dus daar... Daar raakten wij nog wel een beetje de weg in kwijt, hè, Inte? Ja, ja, nee, dat was fijn dat iemand anders daar zich al wat meer in verdiept had en ons kon helpen. In ieder geval bedankt. En jullie ook bedankt voor de aandacht, voor de tips, voor de vragen. Nou, we hopen elkaar binnenkort te zien en dan jullie leervragen en oefeningen in jullie werkplaatsen mee te mogen genieten. Want zo komen we er toch met elkaar. Dank jullie wel. Dank jullie wel.